Op de Brunsummerweg in Brunsum zijn maandag de eerste bomen gesneuveld voor de aanleg van de buitenring. En dat is een van de laatste kansen voor de tegenstanders van die weg om zich te laten zien en horen. Ach, ik ben zo verschrikkelijk boos, meneer. Dit is te gek voor woorden. En waarom? Die weg hoeft hier niet te komen. En hier die oude knoepers, die worden zomaar omgezaagd. Voor onze auto's. Trieste dag, nou, niet alleen voor mij, voor heel Brunsum. Het wordt een open wond in Brunsum. En nu? En nu? Wat gaan we doen hier vandaag? Ja, we zullen even afwachten wat hier gaat gebeuren. Maar de bomen zijn al bijna om, dus op een gegeven moment zullen we ons terugtrekken, denk ik. Ongeveer 20 demonstranten waren bijeengekomen om op een vreedzame manier nogmaals hun ongenoegen te uiten over de buitenring en de daarmee gepaardgaande bomenkap. Maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde. We gaan zo. Hoe simpel is dat? We gaan zo, meneer. Ja. Maar wat is er aan de hand? Nou, meneer, ik wil met u niet erover hebben, dus... U staat hier te zeggen dat mensen weg moeten. Ja, prima. Waarom moeten ze weg dan? Nou, voor de veiligheid. Voor de veiligheid. Is toch een vreedzaam protest hier? Ja, prima, meneer. Kunnen ze ook erachter houden. Ziet niemand het? Ja, goed, dan moeten ze de ogen open doen. Ik ben erg vriendelijk tegenover deze actievoerders. Ja, goed, ik kan er weinig aan veranderen, meneer. De werkzaamheden gaan toch door, dus... Ik wil even dat begrip voor dit soort acties. Nou, wat net gezegd werd, van oké, ze zijn aan die kant bezig, wij staan op veilige afstand. Want hun staan ook hier, dus wij staan ook veilig. En het is gewoon triest dat dit hier gebeurt. Nogmaals, voor een stukje werk van 6 kilometer, dat niet in gebruik mag worden genomen in afwachting van de uitspraak van de bodemprocedure eind 2014, begin 2015. Let op, de weg mag niet worden geasfalteerd. Dan toch maar even op een veilige plek een vreedzame kring vormen. En dan is er natuurlijk ook nog tijd voor kritiek op de verantwoordelijke bestuurders, wethouder Erik Geurs van Brunsum en gedeputeerde Erik Koppen. Ik zag vanmorgen een Twitterbericht van gedeputeerde Kopper dat vandaag wordt begonnen met de sloop van het voormalig Chinees restaurant op de allee, daarachter. Niks van bomenkap. Nee, want dat is geen reclame voor hem. Dat is gewoon laf. Trieste dag vandaag. Hele trieste dag, zonder meer. Mijn beleving, even heel persoonlijk. Ik ben hier geboren aan dit veld. Ik heb gewoond aan dit veld. Ik heb gebouwd aan dit veld voor de oude dag. Omdat het zo heerlijk wonen is hier. Wat krijg ik nu achterom? Ja, maar is dat misschien ook een beetje een van de redenen van het probleem? U heeft gebouwd hier, u heeft een eigen huis hier. U bent misschien bang dat het minder water wordt door die weg? Nou, nee, want ik blijf hier wonen totdat ik doodga. Dus maakt mij niet uit. Dus hoe gaat het voor mijn kinderen? De woonplezier, de rust, het CO2. Op de Hommelterweg bij Hoensbroek en Schinnen moeten 3 huizen wijken voor de buitenring. 2 zijn er al gesloopt. De derde volgt een deze dagen, evenals de Chinees op de Allee in Amsterdam.